If we was owned by the white folks, it'd be all good. But we independent black owned niggas still. Hey, maar waarom ben je naar Zwolle verhuisd dan? Ja, mijn vader moest hier werken, joh. Huh? Waar komt vandaan? Rotterdam. Huh? Hoe lang heb je daar gewoond dan? Ah, ik ben daar geboren. Ja. Ben je daar geboren, joh? Ben je niet saai in Zwolle dan? Ah, gaat wel. Huh? Waar woon je nu dan? Ik woon daarachter. Huh? Is het bij die nieuwe huis, of niet? Ja. Nou ja, beter. Ja, man, we hebben wel een leukste plek in Zwolle, hier. Ja? Ja. Hier de wijk, moeilijkste wijk, is wel tof. Met z'n allen, met elkaar toch? Ja. Nou, maar volgens mij zitten die jongens er ook al, die komen wel tegen. Hier, daar heb je ze al. Hij zit daar bij het bankje dan. Ja. Ja, was er een meisje in Hottebroekeen, de benen is verkracht en de benen die waren eraf gehakt in de handen. En nou is er nog één been daar nog ergens zoek in die speeltuin, die pasgebouwde speeltuin dus. Hoi, doen! Fijn hoor! Hey, wat doe je? Nou, hij is nieuw, hè? Hoi, fijn. Dit is moeilijk zwijg, weet je. Het is onze pleintje hier zo. Hier woont iedereen. Zitten we hier. Kijk, hier is gewoon voor ons. Kijk, we wonen in Hottebroek, weet je. Maar voor ons is hier gewoon rustig, veilig. We hadden voetballen tegen die garages. Voetballen tegen die garages. Ja, dat is niet zo veilig, man. Ja, oké. Okay. Nou, ik kreeg misschien een mok van de 1 of 3 verdieping naar je kop gesmeten. Ja. In Hottebroek 1 is laatst Antilliaans een jongen dood neergeschoten. Nou, dat was eigenlijk niet zoveel op nieuws geweest. Dus eigenlijk moeten we wel meer laten komen op nieuws. Het is wel tof daar, hoor. Drie kwart jaar geleden zijn twee jongens opgehangen in het speeltuintje bij in Hottebroek 1. En in de media hoor je er niks van. MTV! Er lopen hier ook veel hoertjes en zo en daar komen ook heel veel junkies. Weet je, hier in deze wijk, weet je, is gewoon wel tof, maar ja, de stichting bedenkt dat ze heel wat zijn voor hem, weet je. Gaan ze feesten organiseren die niks voorstellen, waar bijna niet eens meer dan een kwart van de wijk of zo de aankomt zetten. En dan zegt de stichting van, gaan ze op ons ahoeren, weet je, van ja, we gaan toch graffiti spuiten en zo, weet je. Ja, toch? Ja. En dat we gaan vechten bij alles, in de stad. Ja, gaan ze zeggen van, dat wij... Dus een keer wat anders moet doen. Ja, wat? Als stichting wel tof was, waar zou ik naartoe gaan? Toch zou ik toch naar stichting gaan? Ja, dan zouden ze wat voor ons doen. Zouden ze wat voor ons kunnen doen, maar ze doen niks voor ons. Ze doen alleen maar wat voor de oudjes. Ja, vind ik niet tof. Nou, dan hangen we hier ook altijd in de wijk rond, een beetje zitten niksen. Ja, thuis ook niks doen. Je wil gewoon bij je vrienden zijn, je wil wat leuks met je vrienden doen, maar dat kan niet in de stichting. Zeg maar, meer stichting is meer iets om samen te komen en dan daarna weer weggaan. Dan kun je even wachten, wacht je op die andere jongen en dan ga je weg. Dan ga je eerst even verzamelplaats. Verzamelplaats, weet je. Ja. Even if he's a coward or a motherfucking drug dealer, always look a man in the eye before you kill him. Even if he's a coward or a motherfucking drug.
kill him. Even if he's a coward or a motherfucking drug.